Even heel kort, voor degene die Frida niet kennen, of haar werk in ieder geval nog niet kennen. Zij was de conservator van de historische collectie van het Modemuseum in Antwerpen. En in 1976 behaalde ze haar licentiaatsdiploma kunstgeschiedenis en archeologie. Waarna ze aan de slag ging als de conservator van het provinciale kostuum- en textielmuseum Vrieselhof. Die collectie van maar liefst meer dan 16.000 stuks werd in 2001 opgenomen in het Modemuseum in Antwerpen. En vanuit waar zij ook haar werk voortzette. Ze is zelf erg geïnteresseerd in vooral het materiële onderzoek van objecten en vervaardigingsprocessen. Van weven, bedrukken, borduren, kant en andere niet geweven structuren. En juist die fascinatie zien wij volgens mij terug in die prachtige tentoonstelling die op dit moment in Antwerpen te zien is. Frida, welkom. Dank voor deze, dat je voor onze lezing wil geven. Ik wil even kijken of dat helemaal lukt en of dat we van start kunnen gaan. Gezien de tijd dacht ik, we springen er gelijk in. Zou je kunnen kijken of, dat we kunnen gaan werken? Lukt het om dan? Ik zou graag jou het woord willen geven bij deze. Ja, ik ben heel gelukkig om jullie toch nog te kunnen verwelkomen vanuit Italië. Ik weet eigenlijk niet eens in welke plaats ik zit. Ergens in de buurt van Gandino en dat is niet ver van Bergamo. Meer weet ik eigenlijk niet. Maar ik ben met heel interessant onderzoek bezig, want ik ben betrokken geraakt, heel onverwacht, bij een project om 15e eeuwse bewaarde kostuums in Italië te bekijken en te beschrijven. Dat is een heel mooi project. Daar zou ik ook direct voor naar Italië afreizen, denk ik. Maar fijn dat we het dan toch zo op deze manier kunnen doen. En misschien kunnen we later nog een keer een lezing over die 15e eeuwse kostuums dan plannen. En dan zouden we het nu dan vanuit Italië hebben over de kanten, de verborgen kant van Antwerpen. Ja, klopt. En ja, ik zou voorstellen om dadelijk in de lezing te, want die heb jij nu onder controle, neem ik aan, de lezing. De technische dienst heeft hem, als het goed is, onder controle. Dus ik kijk eventjes. Die is er even aan het opstarten, dus begin even met een kleine inleiding. Sorry. Oh ja, dan doe ik even een inleiding. De kantentoonstelling had eigenlijk al in 2019 moeten gebeuren, maar is door allerlei omstandigheden uitgesteld. En toen kwam COVID, toen werd die natuurlijk weer uitgesteld. Mijn eerste idee was om te starten met begin van de kant in Antwerpen. En Antwerpen is zo gelukkig om archieven te hebben uit het midden van de 16e eeuw, bewaard in Museum Plantin Moretus. Plantin was een heel belangrijke drukker. En zijn vrouw, hij kwam uit Frankrijk en zijn vrouw en dochters hebben een kant- en linnenhandel gehad. En die handelden volop met Parijs, met ook lokaal. Ze lieten heel veel lokaal maken, onder andere in Antwerpen en Mechelen. En daar zitten voor Antwerpen de eerste bewijzen dat er ook loskant gemaakt werd. Want ze verwijzen in hun archieven, waar heel veel van bewaard is, duidelijk naar loskant. Dus dat is eigenlijk wel een unieke, die archieven zijn eigenlijk wel een unieke bron voor Europa. Verder zijn we de Antwerpse invloed op kant blijven volgen in de 17e en 18e eeuw. En wat het historische betreft, eindigt het rond 1750. En dat is ook het moment dat Antwerpen niet zo belangrijk meer was. Dus ik zou zeggen onmiddellijk naar de volgende, naar het volgende beeld. Want even een logo van. Voor mij, en het is ook een beetje een persoonlijk verhaal als jullie dat niet erg vinden, de fascinatie met kant begonnen met een tentoonstelling in het Sterkshof bij Antwerpen. Kant vroeger en nu, in 1967. Ik was toen 13 jaar. Ik heb die tentoonstelling gezien en ik zei tegen mijn moeder, ik ga ook kant maken. Ja, daar heb je een kantkussen en klossen voor nodig. Dat kantkussen hebben we zelf gemaakt. De klossen heeft mijn vader gemaakt. En zo ging ik aan de slag om eigenlijk de simpelste dingen uit die catalogus te proberen na te maken. Dus ik heb eigenlijk nooit kantles gehad. Ik heb altijd naar kant gekeken om te proberen hoe kan ik het namaken. Na enkele jaren ging ik natuurlijk de studies in. Dat werd kunstgeschiedenis en archeologie. En mijn eerste baan was in het museum Sterkshof.
in Deurne, waar ik de kantcollectie en alle textiel onder mijn beheer kreeg. Misschien de volgende dia. En hier zien jullie enkele van de oudere stukken uit die kantcollectie, waarvan, als ik het zo bekijk, ja, ik eigenlijk de meeste verworgen heb voor het museum, want ik ben heel sterk aan het verzamelen gegaan, vooral in die eerste jaren. En dit zijn allemaal stukken die in de tentoonstelling te zien zijn. Het loopt van laat 16e, begin 17e eeuw bovenaan, over eerste kwart 17e voor de twee volgende en wat later midden 17e voor de onderste stukken. Ja, volgende. En hier blijven we nog steeds in onze collectie met stukken die ook in de tentoonstelling komen. Bovenaan zien jullie dingen die niet uit, zien jullie er een bovenaan links, die niet uit België komt, maar uit Italië. Maar dat leidt me eigenlijk een beetje tot een ander aspect van de tentoonstelling. Het gaat niet alleen over lokale productie in Antwerpen, maar het gaat ook over Antwerpen als economische draaischijf voor allerlei luxe producten. Meest bekend zijn natuurlijk de schilderijen, beeldhouwwerk, meubels, maar ook heel veel textiel, waaronder kant. En in dat bovenste stuk is Italiaans. Ik weet niet precies waar in Italië, want dat is in het begin van de kantgeschiedenis nog heel erg moeilijk. Maar het stuk ernaast is een Vlaams stuk, wat rond 1630 niet alleen in Vlaanderen ook invloed had op andere landen. Onder andere Italië heeft dergelijke dingen nagebootst. En dit soort kant vinden we ook op heel veel schilderijen uit Noord-Europa. Nu, dat hele dense patroon, je ziet eigenlijk nauwelijks wat het patroon is, dat viel bijzonder in de smaak in het noorden, in Noord-Nederland, maar ook in Duitsland. En men is in Antwerpen op die markt van Noord-Nederland en Duitsland heel sterk blijven inspelen door van die heel, heel dens gewerkte kanten te maken, die ook makkelijk zijn in onderhoud, want dat kan je vrij makkelijk wassen en dat blijft vrij makkelijk in model. Met de twee volgende kanten in het midden zie je de dingen die typisch in het midden en de tweede helft van de 17e eeuw gemaakt werden. Die ofwel, dus een ranke motief, die ranken die ofwel met spijlen verbonden werden, ofwel met een grond van mazen. En die grond van mazen, zoals je dat rechts ziet, die wordt toonaangevend in de 18e eeuw. In de onderste stukken en zie je dingen die later in de 17e eeuw liggen, waar die ranken die worden steeds kleiner en steeds denser. En dat soort patronen, wat onder andere in Antwerpen en een hele grote omgeving ontwikkeld wordt, noem ik privé altijd spaghetti, want het zijn vaak patronen die je nauwelijks nog kan herkennen. Goed, volgende. Met die volgende gaan we naar iets. Het is een stuk wat ik voor de collectie gekocht heb in Italië. Hij komt niet in de tentoonstelling. Hij is waarschijnlijk ook Italiaans. In verguld zilver lamel en zilverdraad gemaakt. Ook midden 17e eeuw. Maar minder over dat maken van metaalkloskant vinden we in de Antwerpse archieven eigenlijk niets terug. Het werd wel druk verhandeld, maar waarschijnlijk werd er niet met metaaldraden in Antwerpen en ook over het algemeen weinig in Vlaanderen gewerkt. Volgende. En hier blijven we nog steeds in de periode van de tentoonstelling met waar ik vooral jullie aandacht wil vestigen op de kant die je bovenaan rechts ziet. Dat is een kant die voor de kantliefhebbers in delen geklost, terwijl al het voorgaande
in met doorlopende draad. In delen klossen wilde zeggen dat je grotere motieven kon maken met weinig klossen, want je had niet voor de hele breedte van je kant altijd alle heel veel klossen nodig. Dus het is een fundamenteel onderscheid. En die kloskant in delen, die wordt in de loop van de 17e eeuw steeds belangrijker. Je ziet een heel mooi voorbeeld uit het begin van de 18e eeuw, wat eigenlijk nog wel in Antwerpen verhandeld wordt, maar nooit gemaakt. Want die kanten komen als ze uit België komen, dus eerder uit het Brusselse. Maar dat leidt ook naar Gent in Oost-Vlaanderen en nog andere gebieden. Maar Antwerpen, de provincie Antwerpen en aansluitend een beetje de provincie Limburg tot zelfs in het Luikse toe, die zijn zich eerder op de kloskant met doorlopende draad blijven concentreren. Dus met de volgende kanten gaan we echt die technische overgang die Antwerpen niet maakt, dat is echt het begin van het einde voor de Antwerpse kantindustrie. Volgende graag. Dan heb je dan met deze een boord voor een priesteralbe, ongeveer 60 centimeter hoog. Met prachtig gewerkt met die palmboom. In de eerste helft van de 18e eeuw ga je met hele fijne kantdraden, vaak fijner dan een mensenhaar, dingen maken die echt lijken op grisaille als je het in het tekenen en in het schilderen zou bekijken. Volgende. En met deze bedsprei van ongeveer 1,50 meter breed en iets meer dan 2 meter lang, komen we echt in de topstukken die in de 18e eeuw ook vooral in Brussel gemaakt worden voor Europese hoven, voor hele belangrijke internationale bestellingen. Deze sprei is eigendom van de Koning Boudewijn Stichting in België en is in langdurig bruikleen in ons museum. Hij komt uit het Spaanse koningshuis, maar waarschijnlijk gaan verdere connecties naar het vorstenhuis van Beieren. Maar tot nu toe hebben we hier nog niet echt bewijzen voor gevonden. Ja, volgende. Ik ga om de kantgeschiedenis. Hier is een detail uit die sprei. Dus toevallig ook met een palmboom. Dus we hebben er 2 in de collectie. Ja, volgende. Ik ga hier even, om onze collectie toe te lichten, ook wat verder naar een periode die niet meer in de tentoonstelling behandeld wordt. Op het einde van de 18e eeuw, in het laatste kwart. Dit is een fragment van een schort, ook uit Brussel-Brabant. En je ziet dat de motieven heel ijl worden. Dit is typisch voor de klassicistische periode en is het antwoord van Kant op het klassicisme. Met die soorten Kant gaan we de Franse Revolutie in, waarin Kant echt een dieptepunt meemaakt. Want de adel valt weg. De rijke burgerij die investeert ook niet veel meer in Kant. Er is heel veel oorlog in Europa en de Kant wordt eigenlijk steeds ieler en de verkoop ook steeds minder. Nu trek ik het verhaal nog even door naar de 19e en het begin van de 20e eeuw met de volgende beelden. Dus we krijgen een aantal jurken die volledig in Kant gemaakt werden. Deze is helemaal begin 20e eeuw. De laatste periode dat dergelijke hele grote stukken nog commercieel gemaakt werden. En is in Chantilly Kant. Maar zoals heel veel in de kantgeschiedenis komt Chantilly niet uit Chantilly, maar uit Gerardsbergen. De volgende beeld is niet een jurk uit onze collectie, maar een oud glasnegatief. En dit laat zien hoe rond 1907 voor een Brusselse kanthandel wat de nieuwe evolutie was in die periode.
En je ziet als je de bloemen bekijkt een vage invloed van Art Nouveau. Maar in Belgische kant komt de Art Nouveau, breekt de Art Nouveau eigenlijk niet echt door. Omdat een hele grote internationale klantenkring vooral hele traditionele ontwerpen wil. Ja, volgende. In het begin van de 20e eeuw wordt er nog steeds kant verhandeld in Antwerpen, zoals je op deze printbriefkaart ziet. Maar je ziet ook op deze kaart dat wat de Antwerpse handelaars verkopen in die periode helemaal niet meer uit Antwerpen of uit de buurt komt. Je ziet vooral dingen uit Brussel, uit Brugge. De parasol met de zwarte zijdekant komt waarschijnlijk uit Gerardsbergen. Ja, volgende. Behalve kant heeft onze collectie ook heel veel archiefdocumenten, maar ook bijzonder veel ontwerpen en kantpatronen. En enkele van onze 18e-eeuwse kantpatronen, we hebben er ongeveer 500, zijn in de tentoonstelling te zien. De meeste zijn jonger dan 1750, maar de oudste zijn uit de periode rond 1750. En hier zie je hele mooie mutsenslippen, en dat is ook typisch voor Antwerpen, die konden uitgewerkt worden op verschillende manieren. En voor de kantkenners, het kon met een Mechelse ijsgrond, maar het kon ook met een sneeuwvlokkengrond en met allerlei andere gronden. En uit documenten weten we dat klanten gewoon een patroon, een motief konden kiezen. En de uitvoering, die kon dan nog veranderd worden. Dus de namen die we nu aan kant toekennen, Mechelen, Buis, wijzen helemaal niet op een echte herkomst. Ja, volgende. Met dit boek zitten we in het begin van de 20e eeuw, waarin nog steeds commercieel kantonderwijs gegeven wordt. Maar zoals vele technische vakken wordt ook het kantonderwijs heel sterk verbeterd en gesystematiseerd. En dat zie je in dit soort cursussen. Dit is een cursus uit het begin van de 20e eeuw om aan meisjes te leren hoe ze van een ontwerp naar een patroon moeten komen met alle verschillende stappen. Ja? Oh, ja. Tijdens de Eerste Wereldoorlog loopt het heel erg mis met die hele industrie. En deze poster voor een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam is een typisch oorlogsproduct, ontworpen door de kunstenaar Ost, die naar Nederland gevlucht was, zoals heel veel andere Belgen, met de kantwerkster. En er werd dus vooral kant gemaakt om te proberen om internationaal te verkopen, om hulp voor het bezette België te genereren. Ja. In die periode begint een van de laatste grote kanthandelaars in het Antwerpse, La Compinoise uit Turnhout. Turnhout blijft tot de Tweede Wereldoorlog, is heel dicht bij Antwerpen en blijft eigenlijk in die uiteindelijk Antwerpse traditie nog werken tot aan de Tweede Wereldoorlog. De dame die La Compinoise startte was een Française die erg begaan was met het lot van arme Belgen. En die dus heel veel gedaan heeft om kantwerksters aan het werk te houden. En die een grote handel heeft uitgebouwd tussen de twee wereldoorlogen. Ja, volgende. Volgende graag. Dus onder andere deze doopmantel met een ark van Noé. Ja. Zij probeerden ook heel sterk om moderne ontwerpen te brengen, in dit geval in Art Deco-stijl. En we weten dat de ontwerpen die zij liet maken, soms door kunstenaars, dat die niet altijd zijn uitgevoerd. En wat wel uitgevoerd was, eigenlijk geen enkele belangstelling van het publiek had. En met deze afsluiter voor onze collectie en Antwerpse en internationale connecties gaan we
nu echt naar de tentoonstelling om te beëindigen. Ja. Dus die mag je onmiddellijk overslaan, want dat weten we ondertussen allemaal. Dus de tentoonstelling gebeurt op 5 plaatsen. Het hadden er eerst 4 moeten zijn, maar het werd er uiteindelijk 5. Dus ik denk dat je eigenlijk meer dan een dag nodig hebt als je alles wil bekijken. Ik ga eerst naar de Carolus Borromeuskerk, die gewoon eigenlijk zichzelf mag tentoonstellen op kantgebied, omdat in die kerk de grootste collectie vermoedelijk Antwerpse kant uit de 17e eeuw zit. Het is echt een schatkamer die ons heel veel leert over wat in Antwerpen in de loop laat 16e en 17e eeuw gemaakt is. De volgende graag. In het Maagdenhuis. Het Maagdenhuis was het meisjesweeshuis van Antwerpen, waar we zeker weten dat in de 17e eeuw en ook nog in de 18e eeuw, dat de meisjes leerden naaien, maar ook leerden kantwerken. En die kant van dus de rol van de kantwerkster en de vrouwen die kant maakten, wordt heel sterk daar belicht. De volgende is Museum Plantin Moretus. Plantin Moretus, de drukkersfamilie die ook belangrijk was voor de kant- en linnenhandel. Het is zo dat Christophe Plantin, de beroemde drukker en humanist, dat hij waarschijnlijk niet zijn drukkerij economisch in leven had kunnen houden als er niet de kant- en de linnenhandel van vrouw en dochters was. Dus in Plantin wordt vooral het aspect handel en productie van kant belicht. Waarbij ik wel wil aangeven dat vrouwen zowel in het produceren van de kant als de handel een hoofdrol speelden. En dit is echt een domein dat door vrouwen beheerst werd doorheen de hele geschiedenis. En waarin je ziet dat vrouwen ook een belangrijke economische rol konden spelen in het leven van de stad. De volgende. En dan hebben we het Rokoks Snijdershuis. En het Rokoks Snijdershuis, Rokoks was de burgemeester van Antwerpen voor een aantal jaar in de periode van Rubens. En beide waren ook heel goed bevriend. Het Rokokshuis is gekozen als schatkamer voor de hele grote, belangrijke stukken. Ja, de volgende. En dan natuurlijk is er het pas opnieuw geopende modemuseum zelf. De tentoonstelling was eerst gepland tijdens de sluitingsperiode. In het modemuseum wordt vooral het aspect kant en mode belicht. Niet alleen voor antieke kant, maar ook hedendaagse mode. En hedendaagse mode heb ik niet aangehaald, maar die speelt dus ook een rol in alle andere locaties. Dus de oude kant gaat een confrontatie aan met moderne interpretaties, die niet altijd in kant zijn, maar een heel belangrijk stuk. Ik mag ondertussen misschien ook de volgende dia. In de hedendaagse interpretaties zijn vaak in hele andere technieken. En een van de voor mij interessantste is dat er een aantal stukken zijn, onder andere van Iris van Herpen, die digitaal geprint zijn. En dat 3D-printen is voor mij echt een modern equivalent van hoe het moet geweest zijn toen Kant ontwikkeld werd in de 16e eeuw. Want net als bij 3D-printen, waar allerlei wilde ideeën kunnen naar voren komen in een heel nieuwe techniek, was kantklossen en naaldkant maken in de 16e eeuw iets totaal nieuws. Dus die evolutie die tonen we ook min of meer in de tentoonstelling. Kijk om de volgende dia graag. Dus ze beginnen, zowel klossen als naaldkant, beginnen heel simpel met heel kleine tandjes, zoals je hier aan de rand van een vroeg 17e eeuwse merklap ziet.
Maar dit soort tandjes met naaldwerk, die werden ook al gemaakt in de 15e en 16e eeuw. En een van de meest fascinerende aspecten van mijn opzoekwerk zat precies in dat prille begin met al die hele kleine dingetjes. Ja, volgende. Dus hier een van mijn eerste pogingen om zelf van die tandjes te maken. Ondertussen ben ik heel wat beter geworden. Volgende. Voor kloskant zijn er een aantal mogelijke voorlopers. En één zou kunnen zijn dat op naaikussens gevlochten bandjes gemaakt werden. En hier zie je mij en collega Tessie Schoenholzer-Nikos, die ook heeft meegewerkt aan het boek. Beide aan de slag met zo'n omgekeerd kantkussen om heel eenvoudige vlechtjes te maken. En dat soort werk werd gebruikt voor veters en voor hele simpele dingen. Maar het is ook, ja, volgende graag, ook met klossen. Dus je ziet hier wat dat deed. Ondertussen kan ik dat eigenlijk ook al heel wat beter. Maar er zijn ook andere voorlopers. En daar laat de volgende dia iets van zien. Dus hier wordt ook gevlochten. Dit is in een muurschildering in een huis in Constans. Waar je vrouwen ziet die met... De ene vrouw, die de linkse, die houdt het gevlochten band vast en de rechtse, die heeft lussen op haar vingers en die vlecht op die manier. Ja, de volgende. En hier zijn dan die fameuze vrouw en dochters van Plantin in een schilderij wat ook in de tentoonstelling te zien is, met hun heel mooi met kant en borduurwerk versierde mutsen, want in dit schilderij zijn ze echt een beetje het uithangbord voor het belang van hun handel. Ja, volgende. Bij Plantin zou je verwacht hebben dat er patroonboeken voor kant werden uitgegeven, net zoals dat in Italië en in Duitsland en in Frankrijk volop gebeurde in de 16e, begin 17e eeuw. Maar nee, in Antwerpen niet, totaal niet. In België... Ook in de rest van België zijn nauwelijks patroonboeken verschenen. En ik vermoed dat dat iets te maken heeft met het feit dat kant een heel professionele activiteit was en dat men patronen eigenlijk niet zozeer wilde delen. Volgende. Hier nog zo'n voorbeeld uit een Italiaans modellenboek. Ja, volgende. Een van de topstukken van vroege kant uit het begin van de 17e eeuw is deze sprei die gemaakt is voor de aartshertogen Albert en Isabella en die bewaard wordt in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, die uitgebreid beschreven wordt in de catalogus, omdat het echt een sleutelstuk is voor de ontwikkeling van de kant. En je ziet een aantal figuren. En wie de tentoonstelling bezoekt, die zal zien dat die figuren, dat men echt nog moest zoeken naar een manier om een gravure te vertalen in draden en in kloskant. Ja, volgende. Dus dit is het meer typische Antwerpse werk uit het begin van de 17e eeuw. We gaan nog even naar handel kijken. En naar een paar bijzondere markten die Antwerpen ontwikkelde in de volgende dia. Er werd uiteraard kant verhandeld naar Italië, naar Frankrijk, naar Duitsland, naar de noordelijke Nederlanden. Maar een heel bijzondere markt wordt in de 17e eeuw de handel op Spanje en Zuid-Amerika. En dit is een schip wat lading zoekt voor Cadiz. En Cadiz was niet alleen
een haven voor lokale handel met Spanje, maar vooral ook met vooral ook met de rest van het Middellandse Zeegebied en met Zuid-Amerika. En van heel veel 17e-eeuwse assortimenten, kanten, zoals dat toen genoemd werd, die gingen via Cadiz naar Havana, naar Lima in Peru en naar zowat heel Zuid-Amerika. En ik had dit graag verder willen onderzoeken vorig jaar, maar door COVID was Zuid-Amerika natuurlijk niet bereikbaar. Maar ik wil het in de toekomst echt nog wel doen, om te gaan zien wat er van die Antwerpse traditie is overgebleven in Zuid-Amerika. Ik was al een keer in Mexico en in Peru. En ik denk dat er nog heel veel te vinden is. Ja, volgende dia. Waar je dan ziet hoe een lokale kunstenaar, iemand uit op het einde van de 17e eeuw, een Peruaanse vrouw afbeeldt die aan het kantklossen is. En het is een beetje een rare afbeelding, want je ziet een kantkussen, maar eigenlijk is wat op de afbeelding te zien is geen kant, maar eerder een soort filetwerk. Maar in die zin is er in Zuid-Amerika nog heel veel te vinden. Ja, volgende. En dit zijn dan de dingen die heel veel naar Zuid-Amerika worden geëxporteerd. Dit stuk is, ze werden puntas genoemd, want Antwerpen was heel goed om niet een naam Antwerps ergens aan te kleven, maar een naam die het goed zou doen in een afzetgebied. En puntas als Spaans woord voor kant wordt dus heel vaak gebruikt in de archieven. Er zijn ook nog een aantal andere Spaanse namen. Maar dit is een punta. Ja. Dit is nog zo'n punta. En als we naar de volgende gaan, dan zien we een 18e-eeuwse versie. En dit vind je echt alleen maar terug in de buurt van, in de buurt van Antwerpen, in een aantal kerken die dit soort dingen bewaard hebben. Deze komt uit de Gumariuskerk in Lier. Of op Zuid-Amerikaanse schilderijen. Dus ik heb heel veel gekeken naar schilderijen. Bijvoorbeeld portretten van de school van Cusco, van een aantal Boliviaanse schilderscholen. En daar vind je dit soort kanten terug. Dus dat was echt een nichemarkt. Ja. Een andere nichemarkt wordt Nederland. En in Nederland toen deze, het zijn pioenrozen, wij noemen ze meestal heel oneerbiedig bloemkoolkanten. En die doen het in Nederland zeer goed. Ik vond ze onder andere in Den Haag, in het kostuummuseum, maar ook in de kostuumcollectie, maar ook in Leeuwarden op heel veel Noord-Nederlandse lakens, kussens, lopen en dergelijke vind je ze heel vaak terug. We dateren ze meestal in de 17e eeuw, maar hoe meer ik er zie, en ik heb er ondertussen honderden gezien, hoe meer ik denk dat een aantal eigenlijk nog in ongeveer dezelfde stijl in de 18e eeuw doorwerkte. En de volgende is zo'n typisch 18e eeuwse. Dus dit is een typisch 18e eeuwse die Nederlandse stijlen volgt, maar dit is dus ook naast die Spaanse markt is dus een andere nichemarkt die vooral haar weg vond naar Nederland. Maar ik heb ook al voorbeelden gevonden in streekdrachten in Duitsland. Ja, volgende. We zijn bijna aan het einde. Dus ik wil jullie nog even de catalogus aanbevelen. Waarin veel onderzoek zit, maar die voor mij eigenlijk uiteindelijk veel te vroeg kwam. Want er valt nog zoveel te onderzoeken. Ja, de volgende is de inhoudsopgave. En nog enkele beelden van het hedendaagse met de volgende. Trouwens, dit is een van de persfoto's die ik trouwens heel mooi geslaagd vind. Alleen is wat de kant die hier zwart is, de oude kant, is in werkelijkheid niet zwart, maar wit. Ja, en ik denk dat we bijna aan het einde zijn. Ja, en dit zijn een paar oude kanten. Een hele mooie inspiratie waren ook poppenhuizen. Vooral
vooral Nederlandse poppenhuizen, maar ook een poppenhuis. Ik heb een paar dagen doorgebracht bij de poppenhuizen in Arnstadt in Oost-Duitsland, waar je het hele dagelijkse leven van begin 18e eeuw, echt vanaf het plaatselijke hof tot de keukenmeid kunt volgen en zien dat bijna iedereen in die poppenhuizen heeft iets van Kant aan. Dus Kant was iets voor de superrijken, maar er waren ook de eenvoudige versies die ook de keukenmeid kon dragen. En met dit omvattende beeld wil ik eigenlijk de lezing besluiten. Dank u wel. Oh, ik hoor mezelf ook volgens mij nu. Gaat nu weer goed. Ja, de presentatie is nu gesloten, zie ik. Dat is het duizelt me een beetje van de kanten. Voor mij persoonlijk ben ik geen Kant-kenner. Het enige wat ik bijvoorbeeld weet van... Mijn oma deed aan Kant-klossen. En ik kijk elke keer... Mijn oma is inmiddels overleden al een aantal jaar. Ik kijk altijd bij mijn ouders thuis. Hangt een heel mooi amprofiel vrouwen... vrouwengezicht in ieder geval. Wat zij heeft geklost. Maar de kennis over het klossen is bij haar helaas wel gebleven. Maar ik vind dit dan wel echt heel fascinerend om dan al die verschillende kanten te zien. En heel erg veel dank uiteraard voor het meenemen in die tentoonstelling. Voor zover dat digitaal natuurlijk gaat. Er zijn wat vragen voorbereid om te stellen. Ik ga ook heel eventjes in de chat kijken of dat daar vragen binnen zijn gekomen. Die heb ik namelijk niet standaard openstaan op dit moment. Dat laat eventjes. Maar mochten er vragen zijn, dan kunnen die nog in de chat worden gesteld. En ik wil allereerst even beginnen. Hoeveel jaar bent u bezig geweest met de voorbereidingen van deze tentoonstelling? Ik ben in 2017 begonnen. En toen dacht ik dat ik 2 jaar had. Dat is uiteindelijk veel meer geworden. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Want hoe dieper je graaft, hoe minder je klaar bent om tot een tentoonstelling en tot een boek te komen. Nu, ondertussen is dat boek een neerslag van een deel van het onderzoek, maar niet van alles. Dat kan gewoon niet in een catalogus. Ik heb vooral heel veel samengewerkt met Tessie Schoenholzer-Nichols, die ook op een van de dia's te zien was. En met haar willen we, ja, wij willen eigenlijk samen een ander boek gaan maken over Kant. En onze visies op Kant, die niet altijd stroken met wat men in het verleden dacht. Maar wij willen echt verder bouwen op al het bijzondere onderzoek wat in het verleden gebeurd is. Want ik begrijp dat de huidige catalogus ook al ontzettend, als ik de inhoudsopgave zo zie, dan staat er al een hele hoop in. Maar dan beantwoord ook gelijk een vraag die binnenkwam, want er popt nu een vraag op. Komen er nog meer publicaties? Daar kunnen we dus wel van uitgaan, aangezien er nog zoveel te onderzoeken valt. Er valt nog heel veel te onderzoeken. En zowel Tessie als ik zijn bijzonder geïnteresseerd in... Hoe kom je eigenlijk tot 2 nieuwe textieltechnieken? Dat is heel ongewoon. Want weven bestaat al 10.000 jaar. Ja. Borduren bestaat ook al zo lang. En waarom gaan dingen zich plotseling ontwikkelen? Dat je eigenlijk iets bijna tot... Ja, het komt altijd ergens anders uit. Maar het is bijna totaal nieuw. En dat is heel fascinerend. En daar weten we nog heel weinig van. Dus we zijn nu naar massa's schilderijen aan het kijken. En dan zie je toch dat het in Italië wat vroeger begint dan in het noorden. Want als er in de 15e eeuw al volop Kant was geweest, dan hadden de Vlaamse primitieven het prachtig afgebeeld. Daar kun je zeker van zijn. En dat is niet zo. Maar bij een aantal tijdgenoten in Italië zie je wel voorlopers. En daarom dat Italië bezoeken voor mij, ik dus gisteren... Nog hele mooie dingen, hele bijzondere dingen gezien uit de tweede helft van de 15e eeuw. En daar zit iets in de Casa Andreasi. Dat is een huis van een mystica in Mantova, waar ik dus tot vanmorgen was. En waarschijnlijk heeft die
heeft die zelf of anderen in haar buurt kant geklost. En daar weten we nog weinig over. Ik heb dus gisteren iets kunnen analyseren wat erop lijkt dat het kloskant zou kunnen zijn. Ik ben nog niet 100% zeker, maar... Dus dat zijn allemaal dingen om op verder te gaan. En hier in Noord-Italië zitten echt ongelooflijke dingen, meestal in kerken en kloosters, of afkomstig uit. En ja, je vindt hier de meest verrukkelijke dingen. Maar het duizelt me eigenlijk een beetje na een week van de ene collectie in de andere. Ik heb ook alles in mijn handen gehad, letterlijk. Dus dat is... Ja, heel opwindend en heel fascinerend. Ik ben wel een beetje jaloers hoor, met al dat digitale werken tegenwoordig. Dat je gewoon weer met je handen aan de stukken kan zitten, zeg maar. Ja, je ziet weer mensen. En je zit weer in heerlijke Italiaanse restaurants te eten. Het is fantastisch. Schrijf het er nog maar even in dan. Want ik had zelf ook de vraag, want je zegt net van ja, we weten niet zo goed waar het dan uit ontstaan is. En dat het in Italië eerder is ontstaan dan in het noorden van Europa. Maar wat is eigenlijk precies de tijd waarin het floreerde in Antwerpen? Want we weten eigenlijk dan niet zo goed hoe het daar terecht is gekomen. Of hebben we daar wel zicht op? Nee, niet echt. Ik denk dat Christophe Plantin en zijn echtgenote, dat die waarschijnlijk nieuwe ideeën uit Frankrijk meebrachten. En in Antwerpen een goede voor. Antwerpen was toen echt een metropool. Dat is het nu al lang niet meer, maar toen wel. En dat die echt geprofiteerd hebben van het feit van dit is een van de grote economische, culturele aantrekkingspunten in Europa, samen met Parijs en Londen op dat moment. En de Noord-Italiaanse steden natuurlijk. En dat ze echt... Dus het kan best zijn dat Jean Rivière, de echtgenote, dat die ook nieuwe ideeën en technieken heeft meegebracht, die zich dan pijlsnel gaan ontwikkelen in Antwerpen. En dan hebben we het over de begin 17e eeuw. Ja, dus Jean Rivière is de oudste documenten die we hebben zijn van rond 1550. Ze waren al iets eerder bezig, maar rond 1550 hebben we echt de dagboeken van de handel, het dagboek van de winkel die ze hadden in de beurs, de correspondentie met Parijs, waarbij... Natuurlijk gebruik wordt gemaakt van alle humanistische en hofcontacten van Christophe. Dus het was een win-win situatie. Dan wordt het even moeilijk met de godsdiensttroebelen en de godsdienstoorlogen, waarbij je een geweldige vlucht vanuit Antwerpen krijgt. Maar dat heeft waarschijnlijk heel veel dingen verspreid. Dus die vlucht naar Engeland die heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven tot kantindustrieën. In Engeland. Op de vlucht naar Nederland zijn waarschijnlijk dingen mee naar Nederland genomen, maar daar zijn we eigenlijk allemaal niet zo goed over geïnformeerd. Maar je ziet wel dat nog in het begin van eind 16e, begin 17e eeuw, dat nog steeds buitenlanders naar Antwerpen komen om daar het kantwerken te leren, om dan weer een nieuwe industrie op te richten in hun eigen land. Zo is er een Françoise Badard uit Valenciennes. Die komt een paar jaar naar Antwerpen, leert het vak en gaat dan weer naar Valenciennes om daar een kantindustrie op te zetten. Want ja, je hebt natuurlijk Antwerpse kant, je hebt Brugse kant, je hebt kant uit Brussel. En die wijken dan, want ik zie een vraag ook of dat die dan heel sterk van elkaar ook afwijken bijvoorbeeld. Maar ja, dat wijkt heel sterk van elkaar af. Maar je moet oppassen met die namen. En Antwerpen heeft dus nooit zijn naam aan een kantsoort gekoppeld. Iedereen die in die kantwereld zit, die weet dat. Maar een naam wijst op een type van kant, wijst niet op een productieplaats. Dus ik had al die chantilly die in Gerardsbergen gemaakt werd, Mechelse kant werd in Mechelen gemaakt, maar die werd eigenlijk gemaakt van het noorden van de provincie Antwerpen tot helemaal in het Prinsbisdom Luik, zuidelijk. En dan heb je die andere gebieden
van Brugge, West-Vlaanderen en dan over Gent tot in Brussel en ook een stuk van Henegouwen. Die maakten dan weer een andere soort kant. Die ja, in de 19e eeuw beginnen dingen te gaan onder de naam Brugse kant, maar dat is echt een naam die pas in de 19e eeuw begint. Toen Brugge als toeristenstad en als economisch niet erg ontwikkelde stad dus nog zijn kost verdiende met kant. Maar de economie beter ging, werd toen al veel minder kant gemaakt. Maar het was een beetje Brugge als gestolde middeleeuwse stad met, waar veel toeristen kwamen. En dan, dan heb je de kantwerksters die deur aan deur zitten. En toeristen zien dat ligt heel goed in de markt. Maar je moet met al die dingen heel erg oppassen. Want een andere stad die op die manier als toeristenstad namaakt is Venetië. En in Venetië is er een Venetiaanse naaldkant. Maar voor het begin van de 20e eeuw weten we 100% zeker dat een deel van die Venetiaanse naaldkant in Vlaanderen gemaakt werd. Want in Vlaanderen waren de lonen nog lager dan in Venetië. Dus het... Hoe meer je weet, hoe moeilijker het wordt. Ja, ik snap nu dat probleem met de catalogus en het boek inderdaad. Ja. Je zegt net kloskant en naaldkant. Nou weet ik in een grijze massa ergens wat het verschil is. Maar vooral, we krijgen de vraag of dat de ontwikkeling daarvan... is daar een verschil in qua tijd wanneer het zich ontwikkelt? Of is dat parallel aan elkaar opgelopen? Dat loopt heel erg parallel. En dat is, denk ik, het mooie wat ook die technieken allebei geholpen heeft. Want het ene, naaldkant, is eigenlijk uit borduurtechniek ontstaan. Het zijn borduursteken, vooral festonsteek, maar ook wat andere steken. Maar het is niet zoals borduurwerk, want bij borduurwerk heb je een basis waarop je borduurt. En dat blijft deel uitmaken van je borduurwerk. Voor naaldkant blijven uiteindelijk alleen die borduursteken over. Er is geen grond meer. Dus dat is één ontwikkeling. Voor kloskant komt het uit vlechttechnieken, waar ik heel even een paar dingen van heb laten zien. Waarin het boek wat meer aandacht aan besteed wordt. En dat vlechten van draden, ja, het simpelste zijn je schoenveters. Ja. Veters die een heel belangrijke rol speelden in alles in de kledij voor ze elastiek hadden. Elastiek is trouwens ook gevlochten. Maar goed. Maar hoe dat zich ontwikkelt is dat voor de ene techniek zijn bepaalde dingen makkelijk en andere dingen moeilijker. En voor de andere techniek ligt het precies omgekeerd. En die twee gaan elkaar bevruchten. Want als er iets nieuws komt in de naaldkant... dan wil men dat met klossen ook maken. En omgekeerd. Dus het is eigenlijk heel goed dat twee dingen zich parallel ontwikkelen. Twee gelijkaardige dingen zich parallel ontwikkelen, want die gaan elkaar beïnvloeden. En iets wat de ene uitvindt, dan denk ik van... oh ja, misschien moeten wij een manier vinden om dit ook op die manier... Om ook zoiets te maken met onze techniek. Dus dat heeft heel bevruchtend gewerkt. Ja, en als je dan, want een vraag ook nog vanuit het publiek, hoe men dan bijvoorbeeld het kantklossen leerde. Je hebt het net gehad over de vrouwen die het leerden, maar waren er bijvoorbeeld ook gilden? Nee, want het komt eigenlijk te laat voor de gilden. De gilden die er al waren vanuit de middeleeuwen, die blijven natuurlijk voortbestaan. Maar dat kantwerk, dat is iets nieuws. Dus dat valt buiten die traditionele gildenstructuur. Het is ook iets wat zich vooral in de vrouwenwereld in afspeelt. Terwijl de gilden zich meer met mannelijke ambachten bezighielden. En er waren natuurlijk ook veel vrouwen lid van een gilde. Maar dan was het vaak als de weduwe van zet de zaak van haar man voort. Of in de handelaars, de grootste gilde in Antwerpen waren de handelaars, de merceniers. En daar waren ook vrouwen lid van. Maar de kant die valt daar eigenlijk een beetje buiten. Dus die had niet de bescherming die gilde soms boden, maar die had ook niet de betutteling die gilde soms boden over wat er gemaakt werd en hoe het gemaakt moest worden. Dus kant was volledig vrij.
En zie je daarom dat er ook ontzettend veel verschillende, ja, dat er eigenlijk van alles gebeurt binnen in de kantindustrie. Het gebeurt van alles. Voor wie enigszins, en die vrijheid heeft denk ik ook te maken met het feit dat klanten vrij makkelijk kunnen zien of iets goede kwaliteit was of niet. Dat kunnen wij over het algemeen niet meer, omdat we veel minder, over het algemeen, veel minder weten van textiel en hoe het gemaakt wordt. Maar voor de kant was dat echt wel heel erg, in het verleden was dat echt wel heel erg duidelijk. En aan een kant zie je ook onmiddellijk wat je hebt, wat bij sommige andere dingen, ik denk bijvoorbeeld aan wolweefsels. Een gevuld wolweefsel, daar zag niemand wat de kwaliteit was. Nee. Dus je moest echt op die gilderegels kunnen vertrouwen. En als je dan die vrijheid hebt in een hoop vormen van kant, wat zijn dan de symbolen die je bijvoorbeeld veel terugziet? Want je liet twee palmbomen, ik denk bij toeval twee palmbomen zien. Maar zijn er bepaalde symbolieken die je veel meer terugziet komen in kant behalve de vrije vormen? Nee, over het algemeen niet. Je hebt natuurlijk dingen die heel sterk gebonden zijn aan kerken, waar je dan wel religieuze symboliek vindt. Maar over het algemeen gaat kan toch over bloemetjes en af en toe beestjes. En mooie palmbomen. Dus. Ja. Ik ga heel even kijken wat ik nu de vragen vanuit het publiek in ieder geval heb kunnen stellen. Nou, er komt de vraag wat er een overzicht is van alle adressen waar de tentoonstelling te zien is. Maar ik gok dat dat te vinden is op de website. Ja, dat is op de website te vinden. Ja. Ja. Die hebben we allemaal. Oh ja, dat vind ik nog wel een interessante. Dus niet zo'n hele vrolijk om mee af te sluiten, maar wel een interessante. Of dat er ook specifieke rouwkant bestaat. En hoe dat dan eventueel zou verschillen van reguliere kant. Wel, ik ben heel blij met die vraag. Want dat is iets wat ik eigenlijk had moeten zeggen en wat ik niet gedaan heb. Er werd dus, er werd dus in een van de dingen waar Antwerpen waarschijnlijk bekend voor was in de 17e eeuw, was kloskant in zwarte zijde. En we weten dat die in de 17e eeuw bijna evenveel gemaakt werd als kloskant in linnen. Er zijn in de tentoonstelling een aantal documenten met staaltjes te zien van die zwarte zijdekant. Want omdat zijde en zeker zwart minder goed bewaard, is er eigenlijk heel weinig van overgebleven. En dat zwart, dat kon op rouw wijzen, dat hoeft niet. Maar zwart op zwarte kostuums, zwarte kant op zwarte kostuums komt heel veel voor. Je hoeft eigenlijk niet verder te gaan dan op de reproducties van een schilderij is het vaak niet goed te zien. Maar ik weet dat ik ooit eens een dag heb doorgebracht in het Rijksmuseum met regentenportretten bekijken. En op bijna elk portret is wel iets zwart. Nu, dat zwart hoeft niet op rouw te wijzen, maar in sommige omstandigheden is het wel zo. Nu, denk ik dat kant een van de dingen, witte kant was zeker iets wat je niet droeg als je in zware rouw was. Maar ik denk zwarte kant, dat viel niet zo op en dat paste beter bij het rouwthema, dus ik denk dat dat wel kon. Dus het is eigenlijk heel bijzonder, want je zegt net dat de zwarte kant, omdat het zijde was, veel minder bewaard is gebleven, dat die stalen daar nog steeds zijn. Ja, die stalen die zijn heel goed beschermd gebleven tussen het toen nog zuurwijde papier. En vreemd genoeg is die zwarte kant soms ook bewaard in graven. Omdat in een graf, in een West-Europese context, alles wat plantaardig is vergaat. Maar wat dierlijke vezels zijn, die blijven soms wel. En zo is er zwarte kant onder andere uit het graf van Hugo de Groot. Oké. Okay. De zijde en de zwarte kant, die zijn er nog. Oké. Okay. Nou, Linnen heb ik niet meer. Ik moest er, volgens mij is het ook een belangrijk jaar dit jaar voor Hugo de Groot. Dus dat, ik ga eens even kijken wat daar ook iets van te zien gaat zijn. Want weten we waar die bewaard zijn gebleven, die kanten? Ja, er zitten stukjes in het Rijksmuseum. En ik dacht ook in Rotterdam, in het Rotterdam Museum. Nou, dus ik ga ze wel even mijn collega's polsen of dat ze die van stal halen dit jaar.
En ik weet dat ze dat ooit in mijn bruiklijn aanvragen, een aanvraag zat voor het Rijksmuseum, maar ik weet eigenlijk niet of dat stuk ook naar Antwerpen gekomen is. Ja, dat wilde ik eigenlijk als dat nu, dan ga ik daar een afsluiter van maken, om de tijd een beetje behapbaar te houden. Ik heb helaas zelf de expositie nog niet gezien. Nou hoor ik van verschillende mensen al wel die er zijn geweest. Los van het feit dat het niet inderdaad op één dag te bekijken is allemaal. Precies, want ik was al op reis voor de opening. Oh, oké. Okay. lijkt me wel heel bijzonder inderdaad als je dan toch ineens weg bent. Maar ik hoorde wel dat daar enorm veel topstukken te zien zijn van over de hele wereld. Want je zegt het Rijksmuseum, maar ook Amerika, privéverzamelingen. Ja, privéverzamelingen, Amerika, Metropolitan, Cooper Hewitt Museum. Enkele dingen zijn niet gelukt, onder andere uit Italië, omdat de kosten een beetje uit de pan liepen. Mm-hmm. Maar ja, we hebben heel veel collecties bezocht en daar is ook heel veel van gekomen. Ja. Het lijkt me echt een fantastisch onderzoek als je ze ook daadwerkelijk kunt bezoeken. Maar wat is nou uiteindelijk je eigen favoriete stuk wat daar te zien is? Dan ga ik daarna op zoek. Dat is elke dag anders. Oh, oké. Okay. Mijn liefste kindje is elke dag een ander. Oké, okay, nou ik ga heel hard mijn best doen om hem nog te gaan bekijken. Ik heb al gezegd tegen partnerlief dat ik een weekend naar Antwerpen wil. En dat hij maar zelf iets moet verzinnen wat hij in de tijd doet als ik de verschillende locaties bezoek. En ik denk, volgens mij wordt er vanuit het kostuumvereniging ook gekeken voor een excursie. We weten volgens mij nog niet precies wanneer of hoe. Maar als we daar meer van weten, dan gaan we dat natuurlijk met iedereen delen. Ik wil je voor nu in ieder geval ontzettend bedanken voor dit kleine sluiertje wat je opnam voor ons voor die tentoonstelling. En ik denk dat we ze echt in het echt moeten gaan bekijken. Want ik zat net met mijn neus bovenop mijn scherm om de details te gaan. Maar dat is digitaal toch altijd net wat anders. Dus ja, bij deze ontzettend bedankt voor je tijd en ook voor de moeite die je hebt genomen om nog op een andere plek internet te kunnen verkrijgen. Voor iedereen is het ook wel leuk om te weten dat we de volgende lezing hebben op 19 november. En dat is Mario van der Woude over blackwork. Over borduurtechnieken. We blijven een beetje de aankomende tijd in de technieken hangen. Op 17 december hebben we René Luchtigheid over kerkelijke kleding. Dus ik denk dat het een heel mooi rijtje is om vanaf deze lezing weer verder op te pakken. Ik wens jou, Frida, ontzettend veel succes met de onderzoeken die je nu aan het doen bent. En ik ben ook heel erg benieuwd naar de kanten in Zuid-Amerika en naar alle volgende publicaties. Hou ons vooral op de hoogte daarvan. En geniet ook nog een beetje van het Italiaanse weer. Ik gok dat het goed is. En het Italiaanse eten. Oké, dankjewel. Ik zou zeggen arrivederci. Yes. Ciao, dankjewel. Fijne avond. Voor iedereen een hele fijne avond en tot de volgende keer weer.